Cora, ik ben zo blij dat je er weer bent. En wat zie je er weer prachtig uit. Als een bloemetje, als een schilderijtje. En ik heb je zo hard nodig, want ik zit midden in een culturele geloofscrisis. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. En ik weet ook niet meer wat ik hierop moet zetten. Dus wat zou jij nou op dit schilderij en op dat schilderij zetten? Vertel het. Ja. Deze. Ik denk dat ik weer goedkoop ben, hoor. Ja, nou zeg het maar. 95. Wat? 75. Nou, voorlopig doe ik het ermee, want ik ga je wat vertellen. Drie dingen. En daarna vraag ik je weer hoeveel het moet kosten. En misschien ben je dan van gedachten veranderd. Er zijn drie dingen die je altijd bij het prijzen van schilderijen moet bekijken. Dat is uiteraard eerst het schilderij zelf. Wat zie je en hoe voelt dat? En dan zie ik hier een meisje. Een roze wolk bijna. Wit, jeugd en toch is het uiterst onaangenaam. Uiterst zeer doet dit schilderij. En als ik naar deze kijk, heel wat anders, dan zie ik een tuttig vaasje, tuttige bloemetjes. Maar het is wel heel mooi stil. Het heeft sfeer, het heeft schemering. Het is uit een andere tijd, een andere eeuw. Het tweede wat je altijd moet doen is de maker. Wie is de maker? En hiervan weet ik, ja, dan moet ik toch weer even opstaan, er staat geen naam op. Maar als ik het omdraai, dan zie ik daar staan Lugina Han. En Lugina Han is een jonge vrouw, heeft in 2007 eindexamen gedaan aan de Sint-Joos Academie in 's-Hertogenbosch. En werd daarna gelijk genomineerd voor een talentenprijs. En Galerie Tiglio in de Bos, een chique galerie, verkoopt haar. Nou, daar kom je niet zonder 1000 euro binnen. Dus dat wil ik wel even zeggen. Een opvallend schilderij, het grijpt je naar de keel, het doet wat met je. En staat in een galerie te koop. Deze, Cora, heb ik lang moeten zoeken. Maar dan zie ik hier helemaal onderaan J. G.J. van de Sam de Bakhuizen. En dat is dus Geraldina Jacoba van Sam de Bakhuizen. En dat is ook een naam. Ze is de dochter van een beroemde landschapsschilder uit de 19e eeuw. En zelf ongetrouwd gebleven, ging wat achtergaaie bloemetjes schilderen. En dat deed ze zo goed dat ze op een gegeven moment duurder werd dan haar vader. En als ik in de kunstboeken kijk, dan zie ik hier in dit boek van 2013 dat ze nog voor 4000 verkocht wordt. En dat is na de crisis. En voor de crisis, de kunst- en antiekveiling van 2006, zelfs 40.000. Dus we hebben nu het schilderij. Altijd zonder naam moet je kijken, dan weet je wat het doet. Dan hebben we de naam. En we hebben ook wat kennis. Maar de kennis moet uitgebreider worden. Daarom het derde wat ik altijd doe, is dat ik aan onze huisfotograaf, die ken je wel, dat is Karin. Karin, ja. Ja, Vleugel, hè? De Karin. En die maakt dan een fotootje voor me. En dat stuurt ze naar mij. En ik stuur het dan door naar Talita Tevis van het Veilinghuis AAG, een gerenommeerd veilinghuis in Amsterdam. En dan doe ik er veel lieve woorden bij, met de hartelijke groeten van de hele kringloop zo ongeveer. En dan vraag ik, kun je vertellen of het veilen waard is? En dan vind ik het altijd heel spannend. En dan kreeg ik een mailtje terug van, nee, het gaat wel om een paar honderd euro, maar te weinig voor onze veiling. En dan moeten we er toch weer een prijs op zetten. En dit wetende, wat zou je er dan nu op zetten? Deze, Cor, hè? Ja, dan zou ik zeggen deze 165. Nou, ik zou het 175, maar voor een tientje, nee, Cora, ga ik geen ruzie met je maken. Nee, ik weet hoe gevoelig het af en toe kan liggen, dus 165. Een echte, hè,
Geraldina Jacoba van San de Bakhuizen, 19e eeuw. Maar het is inderdaad misschien wat slecht van kwaliteit. Ik weet het niet, een beginnerswerkje, maar het is een echte. Dus het is, je kan daar je slag mee slaan. En die Cora, dat meisje dat je niet loslaat, maar wat je waarschijnlijk niet in je kamer wilt hangen. Nee, nee. Maar wel een mooi terzijde in de gang. 2,25. 2,25. Pittig hoor. Ja, pittig. Ja, je mag minder. Zullen we zeggen 195? 195. Doen we. En dan weet je dat je een werk in huis hebt, van een, dat die ook in de galerie hangt. Ja. En het is een aangrijpend schilderij, helemaal van deze tijd. Ze doet me ook een beetje aan Marlène Dumas denken, maar die is kwetsbaarder. Die is wat gevoeliger en zij is wat harder. Ze heeft wat te verbergen. Ze weet nog niet wat ze met het leven aan moet. Maar goed.